Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ruben Brikkelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. We know Russia will lose. And we really know the victory will change the world. Ja, dat Oekraïne nog altijd stand weet te houden tegen de Russen wordt naast westerse wapens ook toegeschreven aan de enorme moreel, vechtersmentaliteit van de Oekraïners. Wat zag u daarvan tijdens uw bezoek? Nou, dat zag ik eigenlijk in ieder gesprek dat we voerden. Dus dat zag ik inderdaad met gewone mensen in plaatsen als Butsja en Irpin, die vertelden hoe ze hun steden weer aan het opbouwen zijn. Dat merkte ik ook aan de gesprekken die we hadden met NGO's die actief zijn in Oekraïne. Bijvoorbeeld een NGO die de evacuaties doet echt aan de frontlinie. Dus mensen die bijvoorbeeld uit Bakhmut vertrekken, daaruit vluchten. Maar dan vervolgens een paar kilometer verderop ook buiten staan. Nou, zij helpen die om weer een plek te vinden. En dat merkte ik ook in alle gesprekken die we hadden met bijvoorbeeld mensen op Defensie en Buitenlandse Zaken. Dat ze heel strijdvaardig zijn om deze oorlog te winnen. En dan stellen wij natuurlijk de vraag, ja, we zien dat Rusland enorm veel mensen aan het mobiliseren is. Honderdduizenden, maakt jullie dat niet bezorgd over dat Rusland deze uitputtingsslag gaat winnen? En zij zeiden ook van, ja, wij zetten daar een kwalitatief veel sterker leger tegenover. En inderdaad een heel strijdvaardig leger die, ja, vecht voor hun leven en vecht voor hun manier van leven. Ja. En ze hebben ook het gevoel van, ja, dat ze in dat opzicht niet zijn te verslaan hoeveel mensen Rusland daar ook tegenover zet. Oké, nou, uw eigen inschatting, zal ik maar zeggen. Los van hun antwoord, dat is duidelijk zeggen, nee, we winnen toch, al komen ze met nog zoveel mensen. Maar de werkelijkheid is, als je kijkt door de Russische krijgsgeschiedenis, dat toch vaak de wijze is waarop ze conflicten hebben gewonnen. Gewoon door onvoorstelbaar veel mensen in te zetten en zich niet zoveel aan te trekken als die sneuvelen. Denk aan Stalingrad, dat hebben ze echt gewonnen alleen maar omdat ze onbeperkte hoeveelheden mensen er tegenaan gooiden. En de Oekraïners hebben dat simpelweg niet. Nou, Oekraïne heeft natuurlijk ook nog wel veel mensen die nu niet meevechten. Dus ik heb dat ook aan hen gevraagd van, ja, hoe werkt nou precies die bij jullie de mobilisatie? En daar zeiden zij ook van, ik kon daar niet, zeg maar, in al detail precies wie er nou wel niet worden opgeroepen. Maar zij zeiden ook echt van, wij roepen niet zomaar iedereen op. Wij kijken ook echt naar welke capaciteiten mensen hebben. Dus mensen die bijvoorbeeld een engineering achtergrond hebben, die zetten we ook op dat gebied in. Dus wij gaan niet zomaar mensen lukraak selecteren en naar het front sturen. Maar ik denk dat, om antwoord te geven op die vraag van die kwantiteit die Rusland inbrengt, kan Oekraïne dat kwalitatief weerstaan? Ja, ik denk ook dat de komende maanden daarin echt doorslaggevend gaan zijn. Want we zien natuurlijk dat Rusland in dat opzicht weer in een tandje bij opvoert. En voor Oekraïne geven ze ook aan van, ja, wij kunnen dat alleen weerstaan als we op tijd voldoende westerse wapens krijgen. En dan gecombineerd met de strijdlust en met de betere organisatie zou dat ertoe moeten kunnen leiden dat ze ook weer de volgende fase van de oorlog aan de bovenliggende hand zijn. Maar of het genoeg is om Rusland daadwerkelijk te verdrijven uit heel Oekraïne, ja, daar kun je natuurlijk wel hele grote vraagtekens bij stellen. Ja, en vandaar dat nu natuurlijk ook de discussie wordt gevoerd over straaljagers en over raketten met een verder bereik. Ja, want daarmee kun je bijvoorbeeld de Krim raken. Of stukjes van Rusland. En dan, hè, dus dat zou dan een enorme escalatie zijn. In het kader van werken aan een overwinning is dat toch een enorme escalatie, toch? Nou ja, de Amerikanen hebben nu natuurlijk gezegd dat tot nu toe zijn alleen raketten met een bereik van 80 kilometer geleverd. Ze gaan ja, nu ook van 150. Dat is de volgende stap. Precies. Ja. Precies, ja. Dus daar zou je de hele Donbass zou je daarmee kunnen raken. En ook het noordelijk stuk van de Krim. Ja, ik ben benieuwd of dat net zoals eerder met de HIMARS tot 80 kilometer. Of dat weer ook een nieuwe stimulans gaat geven voor Oekraïne. Kijk, ik denk dat Oekraïne wel heeft laten zien dat ook wapens die net wat verder bereik hebben, dat ze die op een prudente manier inzetten, is echt alleen ter verdediging van het eigen grondgebied. En als we wapens zouden leveren zoals straaljagers of raketten met een bereik van 300 kilometer, moeten we ook die afspraak met Oekraïne maken dat ze die echt alleen voor eigen zelfverdediging gebruiken. Nu de gebieden waarom het gaat, die heeft Rusland geannexeerd. Dus dat is nu een stuk van Rusland. Is het nu zo, in ieder geval volgens de Russen, maar hoe moeten we daarmee omgaan? Laat ik het zo zeggen, dat wanneer je een aanval doet op wat zij hebben geannexeerd, een stuk van de Donbass of de Krim, is dat dan een aanval op Rusland? Nee, ik heb dat eigenlijk vanaf het begin af aan, vooral als een symbolische daad gezien, maar praktisch
is hier niet heel serieus genomen. Want zij hebben namelijk provincies geannexeerd. Hè, dus in hun ogen formeel op papier toegeëigend. Die ze niet eens volledig in bezit hadden. Dus eigenlijk vanaf minuut 1 na die zogenaamde annexatie... was al een deel van het grondgebied in handen van Oekraïne. Dus dat zou dan betekenen dat als dat hun grondgebied was... dat ze recht zouden hebben in hun ogen tot een enorme escalatie. En dat is niet zo. Dus ik denk eigenlijk dat er praktisch, en dat zie je nu ook... dat er in die zin niet heel veel veranderd is... maar dat er gewoon om iedere meter wordt gevochten in ieder van die provincies... En dat we Oekraïne in staat moeten stellen om daar zoveel mogelijk van terug te veroveren. Ja, de Amerikanen hebben als inzet of als doel om zoveel steun te geven dat Oekraïne een zo goed mogelijke positie krijgt als het uiteindelijk op onderhandelingen, onderhandelingen uitkomt. Ziet u dat ook als voornaamste doel? Nou, ik heb altijd gezegd dat, vaak die discussie over wat betekent het nou dat Oekraïne wint. Kijk, wat mij betreft zijn er twee opties. De eerste optie is zoals de Amerikanen dat beschrijven. En dat is wellicht ook de meest waarschijnlijke optie. En de tweede optie is dat Oekraïne inderdaad in staat is om het volledige grondgebied terug te veroveren. En Oekraïne heeft ons het afgelopen jaar al een behoorlijk aantal keer verrast in hoeverre zij in staat zijn om grote stukken weer terug te veroveren. Dus wat mij betreft is winnen, kan twee opties zijn. Eén, zo goed mogelijk positie aan de onderhandelingstafel om Oekraïne in staat te zijn tot een akkoord te komen. Of twee, dat ze hun hele grondgebied bevrijden. Ja, nou, de stellingen die beide partijen innemen is... Oekraïne zegt, we willen het hele bezet gebied terug, inclusief de Krim. En Poetin moet voor het gerecht, hè, daar komt het een beetje op neer. En anders valt er met ons niet te praten. En de Russen die draaien het om en zeggen... we zullen niet rusten voordat de hele Donbass gewoon formeel van ons is. Ja, waar zit de ruimte? Nou ja, om te onderhandelen is heel beperkt. Dus ik vind ook dat mensen die nu oproepen tot vredesonderhandelingen... Ja, het is een beetje makkelijk, omdat je ziet dat er eigenlijk... zoals u dat ook net beschrijft, dat er weinig ruimte is om tot elkaar te komen. En ik vind dat tot die tijd... Kijk, Zelensky heeft een vredesformule gepresenteerd. Dat bestaat uit 10 punten. Dat zijn, wat mij betreft, zijn dat hele redelijke punten. Want die gaan namelijk uit van het internationaal recht... en van de soevereiniteit van Oekraïne. En ik vind ook dat we Oekraïne daarin moeten steunen in die inzet... Je ziet nu wel, en dat is op zich internationaal gezien ook wel heel interessant... dat Oekraïne probeert om daar zoveel mogelijk steun voor te vergaren in de wereld. En het liefste zou het op 24 februari ook een resolutie inbrengen in de VN... om daarover te laten stemmen. Maar je ziet dat buiten het Westen, dat de rest van de wereld daarin behoorlijk verdeeld is. En ja, dat klopt. Eigenlijk die principes van internationaal recht, die voor ons vanzelfsprekend en de basis zijn, dat als zij die nu in stemming zouden brengen, dat dat wel eens tot een diplomatiek gezichtsverlies zou kunnen leiden. Begrijp ik. Nou, dus laat zien hoe ingewikkeld het is. Het is heel ingewikkeld. Dank, Ruben Brekelmans, buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.